De eigen woning kan geheel uit de inkomstenbelasting verwijderd worden. Heeft daar geen goede plaats en dat heeft allerlei gevolgen. Uiteraard, het eigen woningforfait zou verdwijnen, maar ook de hypotheekrenteaftrek zou verdwijnen uit de inkomstenbelasting. Op dit moment is het zo dat de gedachte heerst dat de plaats van de eigen woning in de inkomstenbelasting normaal is en dus ook hypotheekrenteaftrek normaal. Dat is niet het geval. De positie van de eigen woning als bron van inkomen in ons systeem is heel zwak, slecht gefundeerd, slecht beargumenteerd. Er is eigenlijk geen goede theoretische basis voor. Reden, de eigen woning levert geen periodiek inkomen op. Je kunt er geen geld uithalen waarmee je iets kunt kopen. Laat staan dat je de belasting mee kunt betalen. Simpelweg, de eigen woning levert voor u nut op, maar geen inkomen. Dus is er ook geen plaats voor de eigen woning in de inkomstenbelasting. Punt. Maar als je een woning hebt en je verkoopt hem aan x aantal jaren, dan is de verwachting dat je daar een zekere winst uithaalt en dus heb je daar koopkracht mee. Dat klopt. Daar hebt u een heel mooi punt. Veel mensen hebben in het verleden een eigen woning gekocht met het idee dat komt wel goed. Ik maak daar later vermogenswinst op. Die vermogenswinst zou inderdaad echt geld opleveren, echt koopkracht opleveren. En zou dan wel belast moeten zijn. Maar dan hebben we het niet over het periodieke jaarlijks inkomen. Dan hebben we het over een vermogenswinst bij verkoop op het eind van de rit. Daar is geen discussie over. Die vermogenswinst zou theoretisch wel belast moeten worden. Maar we hebben box 3. En in box 3 wordt geen enkele vermogenswinst die u reëel maakt op aandelen, beleggingsportefeuilles, reëel belast. Wordt niet belast. Dus dan moeten we in de toekomst eerst nadenken, willen we wel een vermogenswinstbelasting? En in dat stramien past dan ook de vraag, en willen we daar de eigen woning bij betrekken? Maar voor nu gaat het over het periodieke inkomen, eigen woningforfait. En dat is not done. En daar is geen grond voor. Dit jaar februari was er al het zesstappenplan van economen. En recentelijk presenteerde de commissie van Dijkhuis een interimrapport. In hoeverre sluit dit idee aan op die plannen? Nou, dit idee versterkt eigenlijk mijn stelling van defiscaliseerde eigen woning, versterkt het plan van de economen. De economen hebben gezegd, laten we hem afbouwen gedurende een periode van 20 jaar en stoppen op het moment dat de eigen woning in box 3 zit. Mijn stelling is, de eigen woning hoort helemaal niet in box 3 te zitten, levert geen opbrengst op en daar is box 3 eigenlijk voor bestemd. Dus die eigen woning moet ook uit box 3. Dat betekent dat je kunt doorgrijpen, en dat is wat de commissie van Dijkhuizen doet, doorgrijpen naar een verdere afbouw, niet een aftrek tegen 30% in box 3, maar geheel afbouwen naar nul. En daar heb je langere termijnen voor nodig om de inkomensgevolgen van mensen te verzachten. De commissie van Dijkhuizen stelt dus nu een termijn van 30 jaar voor. Is het een goed idee om zo'n plan te lanceren in een economische crisis als de woningmarkt volledig op slot zit? Omdat de woningmarkt volledig op slot zit en omdat u ervan uit mag gaan dat op dit moment mensen eigenlijk weten dat het niet meer zo mooi kan zijn met die hypotheekrenteaftrek, is het goed om het nu te doen. Juist in deze crisis, juist nu de woningmarkt op slot zit. Het is een goede zaak om de mensen nu zekerheid te bieden ten aanzien van datgene wat ze in wezen al verwachten en een punt op de horizon te zetten, nu naar een verre horizon over 30 jaar. En ik denk dat je daarmee de woningmarkt een dienst bewijst.